Dit jaar trapt Veghel Nightlife af met een bijzondere middag voor de groepen 5 tot en met 8 van basisscholen in de gemeente Veghel. Vrijdagmiddag 21 juni verzamelen maar liefst 11 ingeschreven scholen zich met 1000 leerlingen op het CAV-terrein aan de Noordkade. Plein 23 vervult een intermedia rol tussen Stichting Veghel Nightlife en het onderwijs. Samen stellen ze een educatief programma samen om het onderwijs bij dit lokale evenement te betrekken. Voor dit evenement zijn er scholen aan het repeteren voor een flashmob die vrijdags gepresenteerd wordt. En ook voor de Mariaschool in Erp was het flink repeteren. I just came to say hello.